Mondiale journalistiek. Het gaat over heel veel zaken, maar zeker ook over nieuws. En over nieuws spreek ik met Jacob Kozolowski, de nieuwe hoofdredacteur van Mo, en Mesh Khalife. De nieuwe hoofdredacteur van de VRT. We hebben het over nieuws. En dus dacht ik, gaan we er even met de beuk in, met een citaat dat ik jaren geleden geknipt heb uit de nieuwsfabriek van Rob Wijnberg, ons allen bekend als de man achter De Correspondent. Maar in dat boekje citeert hij eigenlijk de Zwitserse schrijver Rolf Dobelli, die zegt: nieuws is voor het brein wat suiker is voor het lichaam. Gemakkelijk te verteren stukjes informatie, vol lege calorieën, die je eventjes bezighouden, maar je nooit echt een bevredigend gevoel geven. Je kunt zonder, maar als je er eenmaal van snoept, wil je er steeds meer van. Uiteindelijk maakt het je vooral meer dik in plaats van wijzer. En bovendien, zegt Wijnberg, is de belangrijkste tekortkoming van nieuws dat het op een enkele uitzondering na altijd gaat over uitzonderingen. Wie de wereld uitsluitend zou volgen via het nieuws, weet precies hoe die wereld niet werkt. Dat klinkt redelijk vernietigend voor nieuws. Mest, je zit op de nieuwsdesk. Ja. Kan je daar wat mee met die uitspraken? Het voelt, om eerlijk te zijn, het voelt soms zo. Vernietigend, dat is wel een zwaar woord, vind ik. Maar het is wel zo dat het een uitdaging voor journalisten die voor de openbare omroep werken, bijvoorbeeld voor een groot medium, voor het groot publiek, dat je twee zaken moet voorop letten. Eerst de timing dat je hebt eigenlijk om op televisie iets uit te leggen. En dan ten tweede dat het niet voor een specifiek publiek is, maar dat het voor iedereen is. Dat het niet voor de intellect in een instelling of een professor, maar dat het voor iedereen, voor mijn vrouw, voor de buschauffeur, voor mijn buurman, dat het nieuws eigenlijk toegankelijk moet blijven. De eerste probleem is, het probleem of de uitdaging, de timing, dat wij vaak bijvoorbeeld zaken als het conflict in Syrië of een nieuw incident in Beirut of een nieuw incident bij de vluchtelingenkampen in Griekenland, dat die verhalen in anderhalf minuut vaak of in één minuut moeten uitleggen. Zonder nieuws vind ik dat de wereld precies bizar en onbewoonbaar kan zijn als je niet mee bent met wat er gebeurt nu op dit moment op aarde. Stel je voor dat we hier op het gemakske aan het wandelen zijn in de meer in Antwerpen of in Brussel op de Grote Markt en dat je helemaal niet weet van dat er op dit moment grote branden zijn aan de gang in Californië of in de Amazon of dat er bijna 20 of 30% van de hoofdstad van Libanon is vernietigd een kwartier geleden. Dat is een wereld waar ik persoonlijk niet van kan dromen of zelfs van fantaseren. Ik denk dat nieuws wel, het voelt soms als suiker of als de eerste aanbod voor wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar dat is inderdaad nodig om zoveel mogelijk duiding en uitleg en context bij aan te bieden. En daarom denk ik, en godzijdank, hebben wij andere platformen op de VRT om dit een beetje te kunnen uitbreiden. Want je koppelt meteen vanaf de eerste zin die je zegt, koppel je nieuws aan uitleggen. Ja, aan context vooral ook. Ja. Maar dat is juist de grote uitdaging. Dat ik denk dat als Wijnberg het over iets heeft, dan is het over het feit dat nieuws heel vaak gepresenteerd wordt als feiten, gebeurtenissen, losgeknipt van de context, losgeknipt van de voorgeschiedenis en van de impact die het op lange termijn zal hebben. Hè. Dat lijkt mij de grote uitdaging voor iedereen trouwens, niet alleen voor een openbare omroep, ook voor een medium als Mo. Ja, hoe ga je daarin om met nieuws? Zeker het begin van het citaat is goedkope marketingpraat, want het is totaal geen oplossing om te zeggen nieuws is nu te kort, te snel. Het is een ecosysteem dat op zichzelf staat, artikels missen context. Dus we gaan daar een alternatief tegenover zetten dat even lekker en hapklaar is, maar anders. Dat vind ik niet genoeg. Nieuws zal er altijd moeten zijn, want er gaan altijd mensen zoals u en mij zijn die dat wel willen weten wat er een kwartier eerder gebeurd is. Maar de vraag is dan, hoe doe je dat goed? En hoe maak je niet dezelfde fouten die in het verleden gemaakt zijn, waardoor dat we nu met een ecosysteem zitten waar dat je terecht kritiek op kan hebben, zoals dat daarop zegt. Heel veel van die kritiek wil ik dan wel
concreter horen. Wat is er mis met het ecosysteem? Eén zaak, je hebt het aangegeven, we vergeten gewoon context mee te geven aan mensen. We geven aan dat er mensen op de vlucht zijn. Mensen uit Moria zijn onderweg naar het nabijgelegen dorp. Als je dat meegeeft zonder mee te geven waarom er in de eerste plaats zoveel mensen in Moria belanden en je verspreidt dat aan lezers in België, in Vlaanderen, in Europa, vertel je ook niet het hele verhaal. Maar als ik iets kan aanvullen. We zitten niet echt in slechte positie, denk ik, wat betreft Vlaanderen, dan niet echt per se de VRT, maar echt Vlaanderen of België. Wat betreft het nieuws of de feiten vertellen met wat context. We hebben wel de expertise om zoveel mogelijk in dat anderhalf minuut op televisie dat context mee te geven. Om, als het echt niet lukt, dan moeten we, en dat zeggen we elke dag, ja, dan moet er een analyse bij komen. Dan moet het in ter zake komen. Dan moet het misschien in de afspraak komen. Zover. Allee, probeer je wel het verhaal aan te bieden op een of andere manier. En alles komt terecht dus online, dat weten jullie. Ja. Intussen, wat ons misschien een beetje gerust gevoel geeft van het is niet verdwenen, het is niet dat okay, ik heb er zaken gemist, je kunt het wel weer bekeken. Maar de realiteit is natuurlijk, als we los van het werk van de VRT en het werk van de redactie van Mo en wat collega's overal heel mooi werk doen, maar als we dat even terzijde zetten, is het op het einde van de dag de meest gelezen artikels in Vlaanderen en België zijn artikels waar gewoon feiten niet kloppen. Clickbaits. Zijn clickbait, maar we zitten wel, we kunnen zeggen als VRT doen we het beter, als Mo doen we het beter, maar wij begeven ons wel in dezelfde markt, in hetzelfde ecosysteem, als waar dat bepaalde mensen besloten hebben dat de meest succesvolle strategie is om bepaalde waarden los te laten en voor clickbait te gaan. Dus dat baart mij ook wel zorgen. We zitten wel in diezelfde markt, we zitten wel in diezelfde wereld. Ja, en je voelt ook wel altijd, vind ik zelf als redactie, de druk om te spelen binnen ook dat inhoudelijke veld dat door grote spelers opgelegd wordt. Je kan zeggen van, we doen daar niet aan mee, maar dan beland je, als je niet oppast, in een soort splendid isolation, waar niemand je nog vindt of waar je geen rol speelt in het begrijpen van door het grote publiek van de wereld waarin zij leven en waarin zij keuzes maken. Terwijl dat is uiteindelijk de opdracht van journalistiek, is mensen de instrumenten geven om te begrijpen in welke wereld ze leven en op basis daarvan zelf keuzes te maken, politiek, qua levenswijze, professioneel, whatever. Die rol moet je wel willen spelen en dus moet je altijd proberen om met goede journalistiek veel mensen te bereiken. En dat is blijkbaar een heel moeilijk. Vooral het laatste, veel mensen bereiken, de toegankelijkheid tot nieuws. Want Mo is bijvoorbeeld gestart met een mooi project, ook online bieden jullie heel wat content aan. Maar wie zegt dat binnen 10 jaar, misschien sneller, dat Mo ook niet moet beginnen met een TikTok-account te beginnen om die jongeren ook te kunnen bereiken. De wereld is aan het veranderen, het ecosysteem is ook aan het veranderen. Er zijn heel wat journalisten die nu alleen maar actief zijn op Instagram en die misschien iets meer scoren dan een krant hier in Vlaanderen of misschien een televisieprogramma in Vlaanderen. De toegankelijkheid waar je het over hebt is erg, erg belangrijk. Want je kunt de allerperfecte artikels schrijven of analyses schrijven of de mooiste anderhalf minuut maken over het conflict in Syrië en toch niet iedereen bereiken die jij wil bereiken. En dat is wel een uitdaging ook die we Maar als je dat zegt, Marten, ik denk dat je terecht de vraag stelt, welke middelen moet je gebruiken vandaag en in de toekomst om zoveel mogelijk mensen te bereiken met die goede kwaliteitsjournalistiek die we nastreven. Maar dan weten we ook al sinds de jaren 60, the medium is the message. En dus van zo dat je zegt, we stappen in TikTok, dan moet je je conformeren aan de logica van het medium. Een magazine heeft een ander ritme, heeft een andere logica dan een website. En dus die nieuwe media, ja, dat is een van de grote uitdagingen waar jij voor staat. Ja, ja. De volgende jaren, hoe onafhankelijk kan je blijven inzetten op het soort journalistiek waar wij groot mee geworden zijn als Mo, als de omgeving, de middelen, radicaal zouden veranderen? Ja, het gaat altijd op een gegeven moment, hoe ver kan je die waarden nog meenemen en daar genoeg aandacht aan geven? Volgens mij kan dat in theorie op elk platform. De vraag wordt natuurlijk, welk soort inhoud beloont dat platform? Mm-hmm. En ik denk dat je daar vaak gewoon ziet, je zit gewoon met een pak systeemfouten in ons ecosysteem. Websites rekenen van heel conservatief 20 tot
90% van hun inhoud, van hun trafiek komt via sociale media, van hun bezoekers komt via sociale media. Dus ook al wil je dat niet, je gaat ook die prioriteiten erven. Je gaat ook voor een stuk incorporeren, want waarop worden artikels op redacties vaak beoordeeld? Hoeveel mensen hebben het gelezen? We zijn daarover bezig, journalisten liggen daarvan wakker. Maar als je ecosysteem gedomineerd wordt door sociale media, ja, dan ga je uiteindelijk de persoon belonen die stukken schrijft die daar heel goed scoren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe ver ga je daarin mee zonder je eigen waarde los te laten? Dus voor mij gaat het meer om, hoe bouw je kanalen op om zelf die mensen te bereiken? En natuurlijk ga je geen competitie kunnen voeren met multinationals, maar dat is wel een duurzamere manier dan op nieuwe trends te proberen springen, waar je soms gewoon moet toegeven dat je niet mee kan stappen. Als TikTok vol staat met dansende tieners, is het omdat mensen die op TikTok zitten dansende tieners willen zien. Dus de vraag moet ook altijd wel zijn van hoe welkom zijn wij? Ik zou even een tweede citaat willen ingooien in het gesprek. En het is een citaat van Seymour Hersh. En die zei op een conferentie van de VVOJ, de Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse Onderzoeksjournalisten in Antwerpen, snelheid is vaak onze grootste vijand. En dat betekent niet, zegt hij, dat we berichtgeving terwijl de feiten zich afspelen moeten laten vallen. Wel, dat er voldoende ruimte moet zijn om los van de brandende actualiteit verhalen te brengen die het begrijpen mogelijk maken. De dictatuur van de onmiddellijkheid voedt ons met feiten, geruchten en opinies. Als dat niet gebeurt in het kader van voorafgaande en opvolgende analyses en reportages, dan is de kans groot dat de aangezwollen nieuwsstroom het begrijpen van de wereld eerder bemoeilijkt dan vergemakkelijkt. Snelheid. Ja, mij persoonlijk, in mijn eigen wereld, waar ik meestal bezig ben met buitenlandnieuws te fact-checken, al van voordat ze gepubliceerd zijn, daarbij bedoel ik vaak dus de video's en de foto's die circuleren bij een groot incident. Is nu een aanslag ergens in de wereld of een natuurramp die zich afspeelt, overstromingen, bosbranden enzovoort, dan is het een van mijn taken op de VRT, bij mijn team bijvoorbeeld, om zoveel mogelijk gecheckte en gecontroleerde materiaal te filteren al van voor, die kunnen we heel snel gebruiken. Het gebeurt soms dat dit moet gebeuren tijdens het journaal. Dus het journaal is begonnen en binnen 5 minuten moet dat beeld op antenne zijn. En er is grote nood aan training voor journalisten, hoe dat ze met die beelden en foto's moeten omgaan. Want anders heb je 2 opties. Ofwel gaat die journalist de fout begaan en een foute of een valse of een oude beeld gebruiken zonder controle, zonder factcheck. Ofwel durft hij dat niet en dan is hij te laat met het nieuws. Snelheid is nodig in mass media, dat is gewoon zo, dat is de regel. Dat is de regel van het spel, want mensen hebben nieuws nodig. Als ze dat niet snel genoeg vinden bij ons, dan gaan ze naar het ander. Dan zeggen ze van... Ik ben het daar zeker mee eens. Ik bedoel, snelheid is altijd relevant geweest. Maar ik denk toch ook dat we moeten toegeven dat je op één levensduur, nog maar gewoon de carrière van Guy, ben je wel gegaan van een situatie waarin dat die snelheid betekende dat je dus op 1 dag moest produceren wat een ander op dezelfde dag kon doen en dat je zo elkaar dan op 1 vast moment de loef probeerde af te steken. Wat je nu ziet is dat dat natuurlijk wel opgedreven is. Het gaat nu niet meer over wat dat 5 jaar geleden ging over minuten, gaat het nu over seconden. Maar dan moet je toch even stilstaan dat de lezer is niet de enige persoon die druk zet om steeds sneller te gaan. Bijvoorbeeld Google beloont altijd de persoon die het eerste nieuws brengt rond een zeker thema. Als je zoekt rond dat thema in Google, gaat jouw resultaat bovenaan komen staan. Dat is 1. Ander punt, sociale media. Ook snelheid daar veel belangrijker, dat brengt het tot op seconden. Maar als je dat allemaal samenlegt en je gaat mensen belonen die daarop geëvalueerd worden, ja, dan drijft je die druk altijd wel maar op. En zouden er vroeger minder fouten gebeurd zijn zonder al die extra druk? Ja. Is dat een probleem? Ja. Daar ben ik 100% van overtuigd. En we mogen ook niet vergeten dat heel veel van die partners waar wij intussen mee samenwerken, hè, Facebook, je werkt samen met Twitter, je werkt samen met Google, wij begonnen dit gesprek met, we willen de wereld beter begrijpen. Er is geen enkele vergadering met een CEO van een van die bedrijven rond de tafel waarbij dat de hoofdmissie is. Als plekken zoals Twitter, Facebook desinformatie willen aanpakken, journalisten willen helpen, dan is er een hele lijst van aanbevelingen die ze kunnen doen. Zaken die al aanbevelen werden van in het begin. Laat pagina's toe om commentaren af te zetten. Al die zaken zouden journalistiek en dus ook ons ecosysteem een pak minder onder druk zetten en zouden leiden tot, voor mij, betere informatie bij mensen. Maar de vraag is natuurlijk, je zit in een soort spiraal to the bottom. Jullie kunnen het niet maken, VTM. Wij kunnen het niet maken, onze concurrenten. Maar waar stopt het?
Ja, ik denk wel, om het een beetje te nuanceren, om te zeggen, in ieder geval maak ik de regels niet. Als het van mij, als het van mij afhangt, dan stop ik met dat push in Vlaanderen. Dan maak ik dat verboden hier. Okay. Must for president. om terug te koppelen op de fouten die gemaakt worden. Ik denk dat fouten niet alleen bij ons worden gemaakt, maar overal worden gemaakt. En gelukkig zie ik dat en met mijn eigen ogen, wat er eigenlijk in de achterschermen wordt gebeurd en dan aangezet om geen fouten te maken en om dubbel te checken en dubbel te controleren. Ik heb het over effectief nieuws melden en hoe dat journalisten vechten om het niet te melden, tenzij ook al de eindredacteur dat nu wel. Bijvoorbeeld dat journalisten heel voorzichtig zijn met hun bronnen te checken en de foto's en de video's te checken al van voor iets gepubliceerd wordt. Ik wil even insnijden, want anders verliezen we een punt dat ik aan Jago zou willen voorleggen, omdat ik denk dat je terecht wijst op de enorme versnelling. En ik heb die inderdaad in mijn leven zien gebeuren op een manier die je 30 jaar geleden totaal niet had kunnen voorzien of voorspellen, wat dat er nu gebeurt. Maar wat gebleven is, is voor een medium als Mo het gevecht met de traagheid. Wij zitten op een positie dat we kunnen zeggen, kijk, voor ons gaat het niet om ter eerst. Wij doen het om ter best. Of om mensen stemmen te laten klinken die elders niet klinken. Dat is onze unieke positie en dat is goed, want daardoor scherpen we ook andere media aan. Die zullen dat niet snel erkennen, maar ik denk dat dat wel zo is. Maar onze zorg is, komen we niet te laat. Want als wij nu nog proberen om in Venezuela iemand te pakken te krijgen, als er iets gebeurt, dan zijn we misschien pas over 2 dagen klaar. Dus op zich geen man overboord, want die situatie is niet opgelost, het probleem is niet verdwenen, dus dat is nog altijd relevant. Maar als de concurrerende media intussen toch iets brengen dat misschien minder goed onderbouwd is, is het verhaal bij wijze van spreken wel verteld. Dus ons probleem is veel meer, hoe gaan we om met traagheid dan met snelheid? Ja, voor mij raak ik daar een belangrijk punt aan. Het gaat veel minder over snelheid dan over de levensduur van artikelen. De levensduur van artikelen vandaag wordt bewust kort gehouden. Iets wat wij vanochtend gezien hebben op Twitter, vinden wij vanavond al geen nieuws. En dat wordt altijd maar korter geduurd, die levensduur. En dat is waar wij dan inderdaad op botsen. Brand in Moria, 2 dagen later, fantastisch stuk, blijkt voor heel veel mensen al te laat. Maar alweer, het zijn wel wij journalisten allemaal samen, wij redacties samen, die dat soort sfeer versterkt hebben. Nee, absoluut. En voor ons is het de grote verandering, voor Mo bijvoorbeeld, is de overgang naar online publiceren. Ja. Wij brachten vroeger elke maand een nummer uit, punt. Ja. En je wist dan dat je totaal in een ahistorische omgeving zat bijna, waar dat het nieuws holt en holt, maar wij werden daar niet mee geconfronteerd. Nu zitten wij online en worden wij dus wel geconfronteerd met een omgeving waarin je speelt en je zit op een ander veld. Maar je moet opletten dat je niet de spelregels overneemt van anderen die een totaal ander doel voor ogen hebben. Want je zegt nu, zijn wij soms niet te traag? In een wereld waarin de meeste websites minstens 20% en tot 80-90% van hun verkeer van sociale media houden, zijn wij te traag. Binnen dat ecosysteem zijn wij per definitie te traag, omdat als ons doel zou zijn zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar ik wil dat ecosysteem ook wel uitdagen. Want, we kunnen het citaat nog eens herhalen, maar er wordt gesproken over snelheid is onze grootste vijand, de dictatuur van de onmiddellijkheid, begrijpen van de wereld wordt bemoeilijk. Soms heb je 4 pagina's nodig om iets te begrijpen. Soms heb je 2 pagina's nodig. En dat is voor mij een gedurfde keuze. Dat die is waar. Dat zijn verhalen die bijvoorbeeld misschien de radiobulletin niet zal doorhalen, omdat je dat niet kunt vertellen in 20 seconden. Ja. En dat is een goede keuze trouwens. Ja, soms. Ja, en niet een slechte keuze. Want dan verbreek het context en een gebrek aan inhoud, een gebrek aan achtergrondinformatie. En dan kiest de journalist van, nee, dat maken wij, zoals je zegt, misschien een analyse van. Maar zonder nieuws ook geen analyse. Zonder dat wij de korte stukken kunnen opzoeken in lokale pers van wat er net gebeurd is. Zonder dat er mensen zijn die 2 uur na de feiten laten weten dat er 100 mensen gestorven zijn, dat er zoveel. Kan die analyse ook niet. Want als die analyse 2 dagen later komt, begint die wel dan al en wordt die al geschreven. Maar voor mij is het ook zaak van niet de spelregels te gaan overnemen. Spelregels waar je niet achter staat. En als ik momenteel kijk naar het nieuwsecosysteem,
zitten daar volgens mij een pak spelregels in dat ik niet kan achterstaan. En dan heb ik het over ruim. Wat wordt er bijvoorbeeld, en ik heb het nogmaals niet over VRT of over Mo, maar ik heb het echt over het media-ecosysteem. En dan alle niche mag erin mee. Wat wordt bijvoorbeeld mensen die luid zijn, snel zijn, niet lang nadenken over hun mening, altijd ter beschikking zijn. Omwille van die redenen alleen al sluit je een pak minderheden uit. Want minderheden en zelfs vrouwen hebben veel minder jobs waarin dat ze kunnen toestaan dat ze een halve dag bezig zijn aan een opiniestuk voor die website of een tekstje daar. Dus die mensen sluit je al allemaal uit. Wie sluit je nog uit? Ja, jongeren die daar geen tijd voor kunnen maken. Dus er is gewoon geen weerspiegeling van de maatschappij. We behandelen mensen niet op dezelfde manier en niet gelijkwaardig. Dat is iets waar het hele ecosysteem aan moet werken. En sommige media staan daar al verder dan andere, maar dat zijn fouten die erin zitten. Derde citaatje dat helemaal aansluit bij het gesprek dat we intussen hebben. Maar het is van een van mijn helden, Amartya Sen. In zijn magnum opus, Het idee van rechtvaardigheid, schrijft Sen een aantal pagina's over de rol van media. En ik heb dat al vaak geciteerd, dus ik zou het ook graag aan jullie even willen voorleggen. Sen schrijft: als men het publieke redeneren in de wereld wil stimuleren, is een van de belangrijkste aandachtspunten de steun voor een vrije en onafhankelijke pers. Want, zegt Sen, ongecensureerde en gezonde media zorgen op een directe manier voor een betere levenskwaliteit, omdat mensen via die weg in staat gesteld worden met elkaar te communiceren en de wereld waarin ze leven beter te begrijpen. Media voegen ook concrete en anders onbelichte informatie toe over de wereld waarin we leven. Bovendien spelen media een beschermende functie doordat ze vergeten en achtergebleven groepen een stem geven. Dat laatste sluit aan bij wat we daarnet aan het zeggen waren. Kunnen we dat ondertekenen met lezen en goedgekeurd? Dus Sen zegt, dat is de functie van media. De vraag is, spelen media hun rol op een goede manier, op een voldoende manier vandaag? Ik kom uit de Arabische wereld, waar je op dit moment een chaos, een catastrofe aan media en journalistieke onafhankelijkheid hebt. Waar dan ook jij kijkt in de Arabische wereld, is de media ofwel enorm gecontroleerd door de staat, ofwel gecontroleerd door politieke partijen. In sommige landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, ben ik gaan wandelen op de redactie daar. En de hoofdredacteur was letterlijk aan het wachten op de fax van het Koninklijk Paleis om wat hij mag zeggen binnen een kwartier. En dat is absoluut niet alleen beschadigend, maar verwoestend voor een bevolking. Als je het hebt, niet over 2, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, voor regeringleeftijd, maar je hebt het al de afgelopen 20 jaar, sinds misschien de oprichting van de satellietindustrie in de Arabische wereld. En ik ben zo natuurlijk content en gelukkig dat ik als Arabische journalist in Europa ben terechtgekomen. Ik ben intussen 8, 9 jaar misschien aan het rondlopen op de VRT. Ik heb nog nooit een minister aan de lijn gehad die zegt van ik vind dit niet leuk of ik vind dat niet leuk. Terwijl dat mijn collega's, mijn vrienden die werken als journalisten in de Arabische wereld dat bijna altijd meemaken. De wedstrijd. Journalisten hebben daar denk ik meer en andere ervaringen mee. Ik kan spreken uit persoonlijke ervaring dat ik al genoeg politie aan de lijn gehad heb die proberen. En die het willen doen. Maar het geluk is inderdaad dat je binnen Vlaanderen, België voldoende rechten hebt, de bescherming van journalisten om dan nee te zeggen. Maar, en ik begrijp als je de twee medialandschappen naast elkaar legt in de Arabische wereld en hier, dan zijn wij, mogen wij ons polletjes hier kussen. Dan zijn we natuurlijk heel dankbaar. Maar het is gewoon echt niet genoeg. Er zijn ook politici in ons land die zich spiegelen aan hoe in andere landen druk op journalisten wordt opgevoerd. De intimidatie van journalisten op sociale media is enorm toegenomen, nog maar over de afgelopen jaren. Maar natuurlijk, als je het legt naast andere plekken op de wereld, dan hebben wij een uitstekend journalistiek klimaat. Maar wel iets dat we moeten verdedigen en wat ik vooral zie, dat er veel externe druk op komt die alleen maar vergroot wordt. Het kan een goede keuze zijn om zaken niet te brengen, later te brengen, langer te maken dan wat commercieel haalbaar is vandaag. Journalistiek gaat niet alleen over nieuws, maar gaat vooral over context. En daarvoor hebben we een goede mediaomgeving nodig. Maarten Kalifijn, Jaco Kozolowski, allebei heel veel succes met de verdere uitbouw van Mondiaal Nieuws in Vlaanderen voor de volgende jaren. Dank u wel.